wat ik wou zeggen. Ik weet het niet meer. Ik wist het net nog. U moet weten, ik word oud. En raak tot mijn spijt. Mijn geheugen stukje bij beetje steeds meer kwijt. Gut, ik sla een flater. Slecht figuur. Wat nu te doen, want goede raad is duur. Maar genoeg gekheid op mijn stokje. Ik heb werk voor u. Lang, lang geleden was een jongetje niet groter dan je duim. Nee, dan je wijsvinger. Dan je pink. Nee, toch je duim. En het jongetje. En de boze wolf. Nee, wacht. Een rood kapje. Aspoester, dat was hem. Oh, mijn lichtjes. Maar dat verhaal wou ik nou ook weer vertellen. Wacht even. Hallo, ik ben Kno. Alles goed met jullie? Dank je, met mij ook. Maar ik heb een beetje haast. De baron, mijn baas, zoekt me voor een kusje. No, waar zit je? No! Oh jee, ik moet me haasten. De baron heeft me al 3 keer bijna ontslagen. Alleen dankzij Assepoester, zijn dochter, mag ik blijven. No, wat ben je doen? Baron, pardon baron. Ik sta even te praten met de mensen. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Ah, jawel hoor. Ik maak daar gewoon tijd voor. Ze zijn heel aardig. Je moet het ook eens proberen. No, je bent een aardige kerel, maar je klets uit je nek. En mijn nek? Hoe dan? Heb ik daar een mondje zitten? Dat is cool, maar ik heb het nog nooit gezien. Wow, dus ik kan aan 2 kanten praten. Geweldig! Doe het nou maar op! Ik moet mijn nieuwe vrouw van het komt halen. En als je zo doorgaat, zie ik mij genodigd een andere dienst te engageren. Wat zei u? Een nieuwe vrouw? Ja, ik ga haar trouwen. Maar weet Assepoester dat al? Nee, ik moet mijn dochter nog vertellen. Waar zie ik haar op dan? Het vliegtuig van mijn vrouw komt over 10 minuten aan. Maar hoe herken ik haar? Heeft u een foto van haar? Oh ja, ze is zo mooi. Kijk. Lang niet gek. Goed. Hier heeft ze wel heel erg weinig aan. Geef hier. Ik ga me thuis nog even voelen. Ja, waarom? Dag, waarom? Stikkerin. Alles goed? Thuis ook alles goed? En met oma? Heb jij misschien de wolf gezien?
Zo'n eng beest met grote tanden, zwaar haar en slechte adem. Ja. Ja, ik heb gezien. Ze gingen die kant op.
absoluut die klacht in. Wat bent u nou van piloot van? Lik me. Hè? Lik mijn pontjas. Weet je, ik ben trots met support van al die luchtzakken. Kun je er gewoon heen vliegen? Weet je, vroeger kon de piloot nog met zijn naastje zitten. Mocht je in de cockpit aan zijn knuppel zitten. Zitten. Hey, hallo schatjes. Ik zal maar vrij voorstellen aan mijzelf. Ja, ik ben Irma Zonderbloesem. Ik denk dat ik bij de verkeerde landingsbaan sta. Hebben jullie hier eens nou een reis voor gemaakt, mommy? Ja, girls. Hier ga ik trouwen met een stinkend rijke bed. In echte warmen. Helaas, het zijn ze wel. Maar hoe kent u het dan? Ooit gehoord van internet, lievertje? Mam, wat doen we hier? Ik zie alleen maar overal lelijke mensen en het stinkt hier. Ja, hoe moet ik hier ooit carrière maken? Stil, Paris. Stil, Hilton. Niet wezen. Ik doe het ook voor jullie toekomst. Voor ons? Ja, voor jullie. Ik geef mijn heerlijke, lang en gelukkige lijf aan een oude baron. Zal ik jullie hoop dat de operaties kan betalen? Mijn nieuwtje. Mijn poepje. Liposuction, here we go. Ik moet er wel een baard spullen. Wacht even. Bent u toevallig de bediening van de baron? Ja, die ben ik, ja. Of misschien ook niet. Wat ligt eraan? Wat hoort u van hem? Ja, nou, het is niks, maar de beste man zou het eigenlijk uren geleden komen ophalen. Want wij gaan over een uur trouwen. In gemeenschap van goederen. Sorry, maar ik zoek de knappe vrouw. Wat ben jij, man? Nou, zoek dan niet verder dan je buik dik is. Pardon? Ik, Irma Zonnebloesem. Ik heb alles wat een vrouw maar te bieden kan hebben. Ik ga niet rechts, ik ga niet links, ik ga recht door zee. Maar waarom kan niet zomaar met een opgedeelde baby's? Hoor ik het goed? Heeft het kleine mannetje gepraat en jouw naam was? Knoop, mevrouw. Nooit. Dat wordt mevrouw onjuist genoemd. Nou, Knoop, nog één zo'n beleving en ik leg een knoop in de jouwe. En dat meen ze. Ja, dat meen ze. Waar mag zo'n knoop in? In hem. Maar, hoezo dan? Omdat die knoop heet. Oh, omdat die knoop heet. Oh my god, hield u het zo dom? Waarom doet u het zelf maar? Durft?
een oude vent als ik opgroeit. En mama dan? Ben je mama nu al vergeten? Doe niet zo'n redelijk as. Ik wil haar vast heel aardig vinden. Ze heeft een goed karakter. Ze heeft twee hele lieve dochters. Wat? Twee dochters? Zit er ook nog? Nee, papa, nee. Om je de waarheid te zeggen, ik heb het nu ook een beetje moeilijk. De nacht alleen in bed, wakker op de sterren hoog boven je staan en dan nog niet kunnen slapen. Ik heb het ook zwaar gehad. Moet je daarom met zo'n mens trouwen? Jerma zonder moet zo'n soort vreugde in het huishouden brengen naar haar twee dochters en twee fijne speelkameraadjes voor je worden. Ik wil gewoon niet dat je met dat mens trouwt, klaar! Waarmee, ik doe het er niet toe. De trouwerij is al gepland voor vanmiddag. Dat zeg je er maar af! Je mama heeft je veel te veel verwend. Je hebt ook haar karakter, net zo'n stijfkop. Oh, sorry. Denk dan alleen maar aan jezelf. Waarom, waarom? Ik moet een waarschuwen. Waarvoor? Een tsunami? Nee, veel erger. Ze is echt verschrikkelijk. Wie? De aanstaande vrouw en die dochters van haar. Monsters, echt monsterlijk. Zou het er gewoon even op niet zo? Waar is mijn kereltje? Mijn man, mijn eigen zwakker wel. Hier binnen, hier maak ik recht voor je. Oh, Veronica, ik heb nog knap over de foto's. Excuseer me. Meisje, sta er nou, ik mag de rest van zijn koffers naar boven brengen. Oh, een buitenlandse. You can bring the koffers upstairs. Let's get up. Dit is echt te dol. Je mag die plaats van je kennen, meisje, met je betaald toets. Ja, maar ik ken je ook. Hoog met die koffers! Nu! En als ze nu zegt, bedoelt ze ook nu. Ah, Irma. Die heb je wel kennis hebben gemaakt. Pardon, liefje? Dit, Irma, is Assepoester. En Assepoester, dit is je nieuwe moeder. Moeder, zijn er nou een sociaal gebruik? Oh. Ja, nu zie ik het. Excuses. Nee, jij hoeft mij dan een moedertje noemen, liefste snoetje. No, breng je koffers omhoog. En als we zijn, jij drinkt je zus even. Ach, jammer nou. Ik moet huiswerk maken. Doe als werk even mee. Deze staat zo lang voor. Je hebt toch wel een hemelbed, hè? En ik denk, deze hele beton is eruit. Niet goed! Ah! Hey, hoe staan die zaken? Je hebt die speelgoedfabrikant uit China? Ja, daar wordt aan gewerkt. Als de zaak wat beter gaat. Hé, want besef wel, een vrouw als ik is lastig te onderhouden. Deze vrouw is van robijnen en diamanten. En nou ja, aan mijn visagie spendeer ik een modaal om aan te komen. Per week. Natuurlijk niet, jij krijgt je diamanten en robijnen en zo. Laten we de kleine dingen achterwege laten. Laten we nu het hebben over de grote zaken. Zullen wij later gelukkig worden, Irma? Ja. Lang en gelukkig, heel lang en gelukkig. Ik ben hier naartoe gekomen om te trouwen, dus ik zou niet kunnen denken om er ongehuwd terug te gaan naar Wit-Rusland. En ik ben ook zo verschrikkelijk blij dat Assepoester en jouw dochters het zo goed kunnen vinden met elkaar. Nee! Nee, doe! Oh, die domme bengels. Het is wel echt. Hield dat hij dat extension was. Mooi niet dus. Het leek zo net. Meisje, meisje, heb je zo pijn gedaan? Papa, ze zijn evil, je moet me beschermen. Ze maken gewoon een grapje. We hebben geen humor, meisje. Mam, wij moeten een Assepoesterskamer hebben. Die was dus veel te klein. Ja, way too klein. Nou, daar zullen we het nog wel even over hebben. Niks ervan. Het mag mijn dochters aan niks ontbreken. En gasten gaan voor. Dus Assepoes, deze is een schat. En ontruim die kamer zodat mijn twee dotten erin kunnen. Waar moet ik dan slapen? In de kelder. Nou, dat is misschien wel een optie, tenminste, je hebt er wel geen raam. Maar het is maar voor tijdelijk, tot we allemaal gezetteld zijn. Nou, dat is dan geregeld. Dan ga ik nu even mijn bruidje piepen en dan zetten we even jullie niet. Wat kunt je niet? Kom, zus, we gaan onze nieuwe kamer in. Al die schoppers moeten van de kamer. Nee, niet mijn posters. Hebben we jou iets gevraagd, moedertje? Nee, hè? Nee, hè? Nee, hè? Haal daar jongens. Ik wil bij de raam. Hé, jij hebt altijd bij de raam. Oh, nou
Maartje. Ik zou je wel helpen. De knoop staat altijd voor je kamer. Dat is lief. Nee, dat is niet lief. Dat is normaal. Zo zijn we onder elkaar. Als ik jou niet had, zou ik niet weten wat ik moest. Trouw dan met me. Wat? Ik zei van trouw me. Ik zou je wel helpen. Jij en mij. Dat is lief. You just call out my name and I come running to you. You've got a friend. Met de enige die me gesteund heeft aan mijn moeder dood. Je hebt een levenslang abonnement op mijn steun en vriendschap. Als het goed is. Dat is lief. Kom, ik zing in het vet. Zie je maar soms de pillenkaas? Ofwel, ben je ook gevoed met een gouden lepel? Heb je al 9 matrassen geslapen en nog de erd gevoeld? Nou. Nee, ook hè? Roderikje! Oh god, daar heb je mama. Roderik, waar zit ik toch mee, jongen? Het is toch niet geloven? Altijd als je het nodig hebt, is die functie. Heb jij je huiswerk al gemaakt? Mama, je weet dat je niet moet douchen, hè? Uitslagval. Zorg maar dat je goede uitslag voor je toets haalt. Je mag dan met een prins zijn, maar je moet er wel voor blokken. Ja, mama, natuurlijk, mama. Jazeker, mama. En je oefeningen? Je wordt veel te dik. De bladen doen je al prins papzak. De bladen moeten ze afzakken. Ik ben niet dik, dat is een ziekte. Dat zeggen de beste doktoren van het land. En weet je wat ze tegen mij zeggen? Dat jouw ziekte is dat jij te veel eet. En veel te veel op je luie prinsbib zit. En nooit sport. Eentje maken, gewoon happy, zonder lichaam. Hij voelt zich happy zo in zijn lichaam, daar mogen we blij mee zijn. Prins is zichzelf. Heb ik jou iets gevraagd, Wim Koenendos? Nee, hè? Nee, ik heb jou niets gevraagd. Zwijg dan. Excuses, mevrouw, ik ging mijn boekje te buiten. Ver te buiten. En jij, Roderick, jij gaat nu een vrouw zoeken. Maar wat heb ik misdaan? Trouwens, ik doe wat je wel gedaan hebt. Maar om wat je niet gedaan hebt. Het gaat slecht met ons koningshuis. Het heeft geen glamour meer, het prikkelt niet, het voorkomt niet. En ik had zoiets van, nou ja, Jesus. Je moet trouwen met een leuke meid. Dan kunnen we nog een paar jaar door. Minstens. Nee, ik wil niet. Ik wil niet. Denk je nog dat het volk ons beleid gaat betalen als een reële toetsbeleving valt? Ben er gekozen tot saaiste, minst aantrekkelijkste prins van Europa. Bespottelijk, de prins heeft zoveel te bieden. Moedertje lief. Als je maar verder kijkt dan je neus lang is. Ik doe toch mijn best. De prins is een bijzonder mens. De meisjes zien me gewoon niet zo staan. Wet maar, en toch sterk. Ze hebben liever zo'n sportprins uit Monaco. Zo'n zonbouwbeluid playboy Lego. Luister. Of je zoekt jezelf in de 2 dagen een meisje waar je echt van houdt, dat mag van mij. Een spontaan burgerkind dat het goed doet op de juiste skifoto's. Of ik wijs een meisje voor je aan. En dan wordt het de prinses van Luxemburg. Maar hoe vind ik zo'n meisje dan? Het gaat al eeuwen hetzelfde. Een bal. Een bal? Een bal, voorzien? Ja, een bal ja. Een party waar we alle huwbare meisjes van het land op uitnodigen. En daar kiezen jij en ik. Het leukste meisje voor het land, voor jou. With all due respect, majesteit, maar is dat wel zo'n goed idee? Ja, dat is een goed plan, ja, Willeke. Ik heb jou niets gevraagd, Moedels. En ik laat de organisatie verder volledig aan jou over. Want dat kan je heel goed. Al die hoeveel meisjes, Willy. Mijn oogappel mag niks kortkomen. Oh, wanhoop van mijn hart.
ik scheid al 7 kleuren koninklijke pultjes als ik als een bal denk. En dan moet ik ook nog praten en dansen met al die meisjes. Oh. Vrees niet, prins. Ik ga mijn uiterste best doen, dat je het beste krijgt. Echt? Je bent echt mijn beste vriendin, Willy. Beste vriendin. Check, kort van op dat feest. En ik begreep dat mijn kapje eventueel ook gaat. Dus ik vroeg me af of
ondertekende ook een kaartje in het buiten mag wegsteken, want een park zonder Bob is natuurlijk geen park. Wat? Alleen omdat ik een wolf ben? Dat is discriminatie. Rustig, Bob, het is niet tegen jou persoonlijk, toch? Maar zo'n wolf is zo'n boos voor fijn is naar de mensen, toch? En wolven zeiden het niet. Wolven zeggen nee. En ze stinken en ze zijn pervers. Ah ja? Vind jij dat? Ja, dat zegt mijn moeder. Wolven willen alleen maar verslinden. Verslinden en nog meer verslinden. Zo, hé. Er wordt hier even een karikatuur geschetst van de wolf. Hoezo stinken? Hoezo geen gevoel? En jij daar? Geef me die kaartjes. Ik ga gewoon. Ja, precies. Mijn moeder had toch gelijk. Wolf zegt nee. Wat zijn wij? Zwaar mijn hart, perfect en heel erg graag. We'll be right back.
Nou, ik vind jou ook heel breed hoor, jij gewoon heen. Oh, ja, goed hè. In de uitverkant op de kop getikt. Wacht, er zit een kluisje. Laten we. Goed, zeg. Weet je nog die ene keer dat ik Sneeuwwitje moest doden en haar hart naar haar stiefmoeders brengen? En dat jij toen gewoon voorstelde dat ik een varkenshart moest brengen? Geweldig idee van je. Ach man, daar hebben we het toch niet over. Daar zijn wij toch vrienden voor? Door dik en dik. Wat zijn wij toch een dolle dwaze jaar geworden? Kom, wij moeten gaan. Wij moeten wolven vangen. En zo. 1, 2, 3, 4! Als volgens uit je nummer 4 gaat. Ja. En man. Vader? Ook nog, het is vreselijk. Ja, ik heb het gehoord van je vader.
je alleen maar je hand uit te steken. Naar die ene speciale persoon die altijd voor je is. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ik ben gewoon dood. Weg, in de muur gemetseld, een hele harde muziek draaien met een kom tegen de muur aan bonken. Je bent somber. Nou, goed gezien, Knoop. Laat me dan maar, pas om aan. Dat moet je niet zeggen. Er zijn zoveel leuke dingen in het leven. Zoals? Nou, leuke liedjes. Mooie verhalen. Koekjes als een bijt. Verliefd worden. Als ik een beetje down ben, ga ik altijd fluiten. En weet je wat? Dat voel ik me al snel weer beter. Oh, en ik heb iets wat je misschien opvalt. Wow, echt bang? En daar ben ik heen? Fantastisch zo. Thank you.
niet heen. Oh, het lijkt me zo groot om, al was het maar een uurtje, even in die wereld van bitter en nerven te leven. Ach, dat is veel te gewoon. Nee, je bent niet gewoon, Aspotter. Jij niet. Je bent heel, heel bijzonder. Je bent een bloem in een land van wissels. Hier, je mag mijn kaartje hebben. Jouw kaartje? Ja, maar ik zie haar liever gelukkig dan droppen van het leven. Maar kom jij niet dan? Ah, oh, nee, ik heb veel te veel voor dat soort dingen. Ik moet nog allemaal zaken regelen. Oh nee, ik ben ontslagen. Nou ja, ik wens je veel plezier op de kant. Wow, ik ga er dan. Maar wacht eens even. Ik heb geen jurk, geen gebast vervoer, geen... Ja, ben je het. Ik ga er dan. Thank you.
vies. Dan klim ik in de pen om de zachte kant op te zoeken en dan zeik je me af. Ontzettend slap, en dan kan ik je ontzettend teleurstellen. Ja, het is niet meer weg, dat is niet. Ja. Waar is je heen gegaan? Zeker weten? Zo zeker als dit kapje rood is. Daar gaat dat vies deze eraan. 1, 2, 3, 4. Kijk maar aan de touwtje, de deur gaat gezellig open. Geen huisje!
siroop. Lipstift. Lipstift. Hier. Wat voor groenten? Ik eet altijd exotische fruit en groenten, want dat is beter voor het milieu. En voor mij is het moeder. Dank je. Maar ik moet weer gaan. Laters. Ik heb een pompoen. En hier zijn de muizen. Discriminatie. Ik wist het wel. Geen wonder dat ik eruit
Dit kan je wel krijgen. Wat? Ach man, doe normaal! Zo, dan. Maak je geen zorgen, bovenpies krijg ik nooit meer uit de kleding. Hey Prins, slechts van buiten wel mooi, maar slechts een heel slecht karakter. Hey
prins, voor mij weg schuren en dan door. Weet je? Misschien ben jij wel een zinemaker. Je wat? Een zinemaker?
waren, dat weet ik niet. Ik kon in elk geval goed met haar praten. En volgens mij had ik het niet bij. Dat is een begin, mijn jongen. Dat is een begin. Kom in, man. Niet zo hard. Hé, wat is dat? Och, haar op botteltje. Nee, dat deed een melkje. Hij is van haar. Maar jongen, als je de boek vindt die bij het schoentje past dan? Dan vind ik haar. Ja, dat doe ik. Maar nu ga je slapen. Het was een lange dag. En prins hebben veel meer rust nodig. En vergeet niet hoe ze erop in te nemen. Ja, maar, nee, maar, ja, maar. Mooi. Morgen een spannende dag, natuurlijk. Ja, maar, dan maar. Slaap lekker maar.
dat de prins me echt leuk vond? Ja, tuurlijk. Weet je hoe lekker je eruit zag? Ja, dat is waar. Vond mij leuk? Nee, vond mij leuk. Maar denk je dat hij nog langskomt? Ja, als ik... Dat is hij. Oké, zit dat gewoon kind op de kamer gesloten? Jazeker, mami, die komt er nooit meer uit. Maar ik begrijp het niet, mama. Waarom dat is op bed? Nou, kijk, dat betekent dat de prins even kan halen. Oh ja? Ja, of de koning in mij natuurlijk. Maar nee, de prins keek zo verliefd toen we jullie niet verwijderen. Ja, naar mij. Naar mij. Nou, kom bij je. Ga klaar zo. Ruik je sterke punten. Borstjes slaat, lippen zit uit. Kom op. Nee. Sterke punten? En ik ben weg in de pestilente rol. Prins, wacht! Zeg het niet.
mij? Dit is mijn huis en ik doe wat ik doe. Vraag me niet waarom. En roep me nou toch eens op, man. Je verveelt mij en het hele publiek. Ik wil het meisje. Nee, maar het is serieus niet de moeite waard. Ik wil het meisje niet of jij je kop eraf hakken. Wandelen door de paleistuinen, roeitochten maken over de koninklijke plassen. Je moet met me trouwen, Assepoester, je moet. Oh, Assepoester, mijn kind, het is een prins. Doe het tenminste voor mij. Roderick, ik vind je heel erg van alles, maar vandaag besefte ik dat er maar één knoop is om het echt te houden. Zeg op, wie is het? Laat hem opknopen. Zijn naam is Knoop. Eenzame bediende, je zwaar vrienden steek je neer. Als ik het niet meer houd, dan is alles in staat. Rest mij dan slechts die onbeslapen bedhelft naast me en de eenzame stilte van de nacht
Nee, mijn prins, nee. Want ik ben er voor u. Maar, Willy, heb je gevoelens voor mij? Ga die verder dan het kammen van mijn haar? Ja. Echt? Wat fijn van je, Willy. Maar wat? Als mijn moeder dit hoort, dan zal dit echt niet leuk vinden. Het wordt tijd dat je het losmaakt van je moeder. We kopen een luxe cruise schip met 60 matrozen en we gaan 7-7. Yes! Waar heb je de leden van het koninklijk? Jullie denken dat jullie alles kunnen maken, hè? Gewoon wat jullie van het koningshuis zijn. Uw moeder, koningin, heeft mij beschoten vanaf haar balkon. Voor het lol. Maar ik sleep nu op het gerecht, het sfeertje. En nu breken jullie allemaal op! Nu Arnold, zet hem neer! Nee, stoppen! Wat nou weer? Waar was je? Ja, waar was je? Oh, hier buiten! Waar was je? Je zou het bal zijn. Maar ik was er! Ik mocht toen echt van die vuile zenuwen viel. Vol van haten! Is dat waar? Ja, daar kon ik liegen. Kom. Goed, wat een dag! Tip-top op alles staat op zijn kop. Eindelijk al goed. Met 3 nieuwe stemmen laten we nu het slot. Wat bent u een kordate vrouw, zeg? Zo vrouwenrollenachtig. Als jij een vrouw ik word. Ja, best. Gaan we niet zo bescheiden? Nou ja, ik moet toegeven, ik ben ook niet geheel onder de discussie. Dus in de relatie. Maar, hoe wordt het dan? Ik bedoel, u bent het goede, ik ben het boze. U bent zo goed en ik ben zo fout. Ze is helemaal niet goed. Dat is zo klein en komt door haar. Is dat echt zo? Oh, ja, dat leek me eigenlijk wel grappig. Je hebt dus toch iets slechts in je. Natuurlijk, ook een feestje bestaat. Hij is mijn rek. Ik hou er ook een kaart bij. Meester Mosterfiets. Hou je dit huis? Nou! Nou, en zo, lieve toeschouwers, beste mensen, eindigt dit spel van goed en kwaad. Soms was er liefde en soms was er haat. We hopen dat hij alle heeft genoten. En dan zullen wij ons nu allemaal opgroten. Ja! Leef je nog 100 jaar, of ben je morgen miljonair? Ja, weet je, dat had ik juist zo leuk allemaal. Ik bedoel, ik verloor 30 mannen en een ballon. Maar lief, vriendin, is wat ik ermee wil. Dan ziet u maar weer, ook een brief en een roodkapje, waar we binnenkort gezellig samen in 2 of 3 kapjes. Zo zie je maar weer, ook een prins en een hoofdlijkheid kunnen samen door het leven vrolijk en blij. Zo zie je maar weer, de beste vriend die je ooit bezat, is straks degene met wie je in het huwelijk trapt. Zo zie je maar uit. Goed en kwaad gaan best samen. Dan moet je terecht komen.